Nu beelden van de Holika-verbranding in het Sparta-stadion. Nou, we zijn nu bezig met de Holika-verbranding, zoals je ziet. Net hebben de kinderen van Sri Saraswati Basisschool gespeeld. Dat waren zo'n 20 kinderen. En dat doen we heel graag, omdat we de kinderen willen stimuleren dat ze toch iets van hun cultuur meenemen. Ja, Holika-verbranding is de overwinning van het goede op het kwade. En dat wordt dus gevierd door het symbool vuur, wat we dan aansteken. Vandaag is de dag van Holika Dahen. Dat betekent een dag voor de officiële Holi-viering. De kleurenfeest wat wij allemaal kennen. En op dag van Holika-verbranding, zoals u hier ook in beeld ziet, hebben wij dan net de Holika-verbranding gehad. Waarbij dan tante Holika, de tante van Bhakta Prahlaad, de zus van koning Hiranyakashipu, dus de vader van Prahlaad, die wordt vandaag ter as gebracht. Reden waarom? Omdat zij met haar gedachten niet positief bezig was. Ze had slechte ideeën, slechte gedachten. En zoals wij allemaal weten, een slecht wordt een keer verast. Dus op zo'n Holika Dahen dag.